Ja, ik ben hopeloos straat, hè. Allee, kom jongens, kom. Excuseer, kraakhuis alsjeblieft. Kraakhuis, ons kleine concertzaal, rechtdoor, links, rechts. Oké, thanks. Wow, amai. Het is hier huge. Nou, dat gaat hier niet zijn, hè. Maar allee. Waar is iedereen? Ja, sorry nog een keer, hè, maar ik moet er een concert inleiden voor de Young Masters, maar er is daar niemand. Young Masters? Mm-hmm. Dat is niet vandaag. Niet vandaag? Ja, ik sta er dus wel, hè. Ik heb er een hele cameraploeg mee. Oh, gasten, sorry, hè. Oh, wat kan ik het nu doen? Misschien iets vertellen over het gebouw? Oh. Ja. Dag jongens en meisjes, van harte welkom in Muziekcentrum De Bijloken. Een van de oudste en mooiste concertzalen ter wereld. Het werd gebouwd in de 13e eeuw en aanvankelijk deed het dienst als ziekenhuis. Pas later werd het een concertzaal. En het hele complex is ook recent gerenoveerd. Het resultaat is verbluffend. In deze concertzaal weer klinkt gewoonlijk klassieke muziek, maar ook wel een beetje jazz en hedendaags. Binnenkort wonen jullie een concert bij binnen de reeks Young Masters. Jonge meesters, artiesten aan de vooravond van hun carrière en misschien wel de sterren van morgen. Maar voor we dat doen, eerst even de spelregels. Het is verboden om te eten en te drinken in de concertzaal. We trekken geen selfies en maken geen video-opnames. Yo, fantastisch. Ik ben hier voor een klassiek concert. Niet doen, hè. Mega cool. Wow. We applaudisseren aan het einde van een stuk en doen dat met respect voor de muzikanten. We want more. Zo. Nu kennen jullie de spelregels. Maar waarover gaat het concert eigenlijk? Goed opletten, hè? Een strijkkwartet, dat zijn vier prachtige strijkinstrumenten die samen de mooiste kamermuziek spelen uit het hele repertoire. Twee violen, een altviool en een cello. En op de pupiter staan werken van Joseph Haydn en Ludwig van Beethoven. Psst, dat zijn geen vier mensen die simultaan een strijk doen, hè? Joseph Haydn is de oudste van het gezelschap. We moeten hem plaatsen binnen de klassieke periode en hij wordt soms de vader van het strijkkwartet genoemd, omdat hij vele tientallen werken voor die bezetting heeft geschreven. En hij deed iets heel bijzonders met telkens het eerste deel van die kwartetten. Een revolutionair vormschema heeft hij in het eerste deel geïntegreerd, genaamd de sonatenvorm. Meer daarover zo dadelijk. Ludwig van Beethoven, dat is een speciaal geval. Hij is dé overgangsfiguur bij uitstek van de klassieke periode naar de romantiek. Maar, rumor has it, niet de meest gezellige mens in huis. Maar dat hij op een bepaald moment potdoof werd, dat zal er wellicht veel mee te maken hebben. Een componist? En dan nog een van de geniaalste soort. Doof! Dat vat ik niet. Beethoven schreef zijn vroege kwartetten nog helemaal in de sfeer van de klassieke voorgangers. Denk aan Haydn, denk aan Mozart. Maar zijn latere kwartetten, dat was helemaal iets anders. Daar was de sfeer soms duister, een verregaande opbouw of heel complexe, moeilijke harmonieën. Eigenlijk zaken die je pas 100 jaar later aantreft in de muziek. Dus Beethoven was zijn tijd ver vooruit. En ook bij hem zat het eerste deel van al zijn kwartetten in die befaamde sonatenvorm. Sonatenvorm, sonatenvorm. Hoe zit hij nou eigenlijk met die sonatenvorm? De sonatenvorm is een heel specifieke opbouw die je vanaf de muziek van Haydn in heel veel genres muziekstukken terugvindt. Telkens het eerste deel van symfonieën, sonatas voor één of meerdere instrumenten, maar dus ook strijkkwartetten staan in die specifieke sonatenvorm. Alles begint bij twee thema's of melodieën. Een hoofdthema en een neventhema. Waar het hoofdthema heldhaftig en heroïsch klinkt, kan het neventhema net heel lieflijk of heel zangerig zijn. Het hoofdthema staat altijd in de hoofdtonaard. Neem nu do groot. Het neventhema staat in de neventonaard, de dominant tonaard van bijvoorbeeld do groot. Sol dus, de vijfde trap te vertrekken van het do. Do groot,
zo groot. De twee thema's die geïntroduceerd worden, dat noemen we de expositie. In het volgende deel van de sonatenvorm blijkt dat die twee thema's dat die niet zo goed met elkaar kunnen opschieten. En er is een grote spanningsopbouw en dat noemen we de doorwerking. Maar in het laatste deel van de sonatenvorm krijgen we opnieuw dat hoofdthema in de hoofdtonaard, in do groot. En het neventhema wordt dit keer ook gepresenteerd in dezelfde hoofdtonaard, do groot dus. En ze kunnen dus wel met elkaar opschieten en zo komt alles uiteindelijk helemaal goed. Hey, hallo. Oh, zoveel volk zeg. Ja, het is Floristan hier, hè, van De Bijloken voor de Young Masters. En jullie komen binnenkort hier een concert spelen. Stel jullie misschien heel kort even voor wie jullie zijn, wat jullie doen. Wij zijn het Desgain Quartet. Wij zijn vier strijkers die al verschillende jaren samenspelen. En je kan een strijkkwartet eigenlijk vergelijken met een huis. Ik ben Pieter Jan, ik ben de cellist van dienst en ik ben het fundament van het huis. Want zonder fundament kan je natuurlijk niet bouwen. Dat klopt. Mijn naam is Rea, ik speel altviool. En de rol van de altviool kan je vergelijken met de muren van een huis. Ik zorg voor rust en stabiliteit en ik ben een verbindende factor binnen ons kwartet. Mijn naam is Ludovic, ik speel tweede viool. Ik treed heel zelden op de voorgrond, maar zonder mij zou de muziek als een kaartenhuisje uit elkaar vallen. Je kan me eigenlijk een beetje vergelijken met de cement van het huis. En ik ben Wolfram, de eerste viool, of wel de primarius genoemd. En als je ons huis binnenstapt, dan zal mijn bijdrage jullie als eerste opvallen, want ik word het behang kiezen, het interieur, de meubels, voilà. Maar hoe langer dat je in ons huis vertoeft, hoe meer dat je zal merken dat we eigenlijk alle vier echt met elkaar verbonden zijn. Wow, zalig, een strijkkwartet. Ja, de max, hè. Zeg, en welk stuk uit jullie programma spelen jullie nu het liefste? Beethoven! Oei, Flor, dat is een moeilijke vraag voor ons blijkbaar. Ja, dat is precies alsof je moet kiezen tussen twee dingen die je heel graag eet. Alsof we moeten kiezen tussen frietjes of spaghetti. Ja, en laat ons zeggen, Haydn en Beethoven waren beide zo belangrijk voor het genre strijkkwartet. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het hangt een beetje af van onze muur. En vandaag kunnen we zeggen Beethoven, morgen is dat misschien Haydn. Het hangt af van de situatie. Oké, en als je nu uit één van die stukken één passage moet kiezen, welke zou dat zijn en waarom? Het begin van het strijkkwartet van Haydn is als de zon die opkomt. Het kwartet heet ook de Sunrise. En dat is echt ja, het begin van een dag waar iedereen naar uitgekeken heeft. Wij drie spelen een heel warm akkoord, een warm bad, waar dat dan een prachtige melodie bij Wolfram, onze eerste violist, begint. En echt, dat is de start van een feestelijke dag. Mai, dat klinkt goed. Breng ons misschien al even in de sfeer met een korte melodie. Dat klinkt echt super, jongens. Ik heb er heel veel zin in. Tot binnenkort. Dag. Ja, jongens en meisjes, dat wordt een concert om u tegen te zeggen. We zien elkaar heel binnenkort in De Bijloken. Mijn naam is Floristan en ik ben jullie gastheer. Tot dan.